Een hete meid en een coole kerel. Het was liefde op het eerste gezicht. Samen zijn ze als vuur en ijs. Deze liefde gaf geboorte aan twee zeer verschillende meisjes. Goedemorgen, zonnige wereld. Goldie is net als haar moeder. Ze heeft een kachel in plaats van een deken. Wakker worden, zusje. June en haar vader zijn als twee erwten in een pul. Ze slaapt in een koelkast waar het lekker koud genoeg is. Ze is altijd omringd door vorst. Het zit zelfs op de muren. Hey June, ik kan kou vatten. Als we nu eens wat zon in de kamer lieten. Nee, ik ga dood van de hitte. Bedek de zon. Oh nee, het eeuwige gevecht van twee temperaturen begint. Schorpioen versus Sub-Zero. Wie zal er winnen? Goldie houdt van energieke muziek. En dit liedje is goed. Ik wil ook naar muziek luisteren. Maar mijn koptelefoon spant tegen me samen. Krijg ze niet uit de knoop. Oh nee, nu zijn ze een ijspegel. Oké, ze kunnen in ieder geval niet in de knoop raken als ze bevroren zijn. Ik ga luisteren naar krakende sneeuw. Dat is zo rustgevend. Goldie is diep in gedachten. Haar gewoonte is om haren om haar vingers te wikkelen. Wauw, Goldie's vinger is zo heet dat het werkt als een krultang. Niet slecht. We zijn aan het zonnebaden. Goldie geniet ervan. Maar het is veel te heet voor June. June, wat is er mis? Het is heter dan de Sahara. Dat is het. Tijd om af te koelen. Waar komt die sneeuwstorm vandaan? June, stop ermee. Het is te koud. Oh, ik hou ervan. Nu zal mijn kleurtje perfect zijn. Titanic is onze favoriete film. Het heeft alles. Hete liefde en een koude ijsberg. Dit is het droevigste deel van de film. Een tragedie staat op het punt te gebeuren. Hoe triest. Ik kan er niet tegen. June's koude verdriet blaast alle kaarsen uit. Goldie steekt ze gewoon weer aan. Goldie's tranen zijn zo heet dat je ze in een kopje kunt doen en er een kalmerende thee van kunt zetten. Hier, drink wat kamillethee. We moeten klaar zijn voor de laatste scène. Het is yoga-tijd. De meiden namen yogamatten van verschillende temperaturen. Goldie zit in een lotushouding op kolen. Dit is een yoga-barbecue. En June's lotus is op ijs. Dit is een echte harmonie en balans. Deze zussen douchen zelfs op verschillende manieren. June is gewend om te douchen in ijskoude stand. Een sneeuwstorm in plaats van water. Wat een verfrissende douche. Oh, het is hier zo koud. Hoe kun je deze ijstijd aan? Ik heb warm water nodig. Douchen en vuur. Wat leuk. Ik zal mijn favoriete video bekijken. Dit is een reality show over brandweermannen. De video is zo heet dat ik er marshmallows boven kan roosteren. June, neem wat. Nee, dank je. Ik moet het ijs van mijn laptop kraken. Ik had niet mogen kijken naar die show over Antarctica. Kom aan, we zijn er bijna. Het water in de badkuip is te heet. Ik heb me bijna verbrand. Maar June heeft een snelle oplossing voor de situatie. Een ijsbad is perfect. En hoe neemt Fiery Goldie haar bad? Natuurlijk, in een kokende pot onder de zon. 300 graden Fahrenheit is perfect voor mij.
We maken ons klaar voor een feestje. Onze make-up is gedaan, maar er ontbreekt nog iets. Mooie lipgloss. Ik heb Frozen make-up. Deze lipgloss is gemaakt van puur ijs. Kijk naar deze geweldige noordelijke lichtjes op mijn lippen. En ik heb mijn eigen lippenstift. Het is gemaakt met hete chilipeper. Mijn lippen zijn zo rood als vuur. Dat is het. We zijn klaar om dit feest op te vrolijken en het cool te houden. Het feest gaat geweldig. Goldie doet een vurige dans. Het is zo heet. En June doet haar Scandinavische sneeuwvlokjesdans. Jee! Goldie verlicht de dansvloer. Het wordt hier echt heet. Zelfs Goldie's outfit is veranderd in een vurig kostuum. Die kan het vuur in haar hart niet doven. En June heeft een cape gemaakt van het noorderlicht. Haar sneeuwvlok dans is erg rustgevend. Onze zussen hebben zeer verschillende persoonlijkheden. Maar ze zijn twee cruciale elementen van dit feest. Laten we naar de film gaan. Maar welke film zullen we kiezen? June wil een besneeuwde film kijken, The Revenant. En Goldie wil een hete film kijken, Mad Max. Maar wat zal Tommy kiezen? Warmte of kou? Wacht eens even, ik heb een idee. Laten we naar het concert van mijn favoriete muzikant, Suzuki Paco, gaan. We zullen er allemaal van genieten. Geen sprake van. Tommy, luister in je eentje naar je muziek. Wij gaan naar de film. Jenga, ik hou ervan. Laten we spelen, zus. Zeker, kom erbij. De meisjes doen erg hun best. Wat een spannend moment. Goldie is erg nerveus en ze brengt haar innerlijke vuur over op Jenga. Oeps, sorry. Het was niet mijn bedoeling om je toren in de brand te steken. Goed gedaan, Goldie. Gelukkig was er een brandblusser in de buurt. Oeps! Het lijkt erop dat Tommy vergeten is dat het gevaarlijk is om de zussen te omhelzen. Goldie heeft zijn shirt aangestoken. En hij bevroor June alsof hij een ijspegel had aangeraakt. Tommy, het spijt ons zo. Hey zus, wil je wat Skittles? Tuurlijk! Deze ongewone meisjes hebben hun eigen manier om Skittles te eten. Vurige Goldie neemt alleen rode snoepjes. En de ijzige June eet alleen blauwe. Het lijkt op een nieuwe strijd. Welke kleur heeft meer snoepjes in een zak? Koud of heet? Oeps, dat was het dan. We hebben onze favoriete Skittles niet meer. En de andere kleuren zijn niet lekker voor ons. Kunsttijd. June heeft een prachtig winterlandschap geschilderd. Je kan er zelfs ijzige kou van voelen. Dat is een geweldig schilderij, zus. Ik wil ook schilderen. Mag ik? Goldie gebruikt de heetste tinten. Ze maakt nu een schilderij van vuur. Goldie liet zich meeslepen dat ze het doek daadwerkelijk in de brand stak. Dit brandportret is heel realistisch geworden. Oeps. Waar droomt een koud meisje van? Een prachtig wintersprookje over sneeuwstormen. June slaapt zo vast dat ze sneeuw uitademt. Een slapende sneeuwkoningin. Goldie viel in slaap terwijl ze haar favoriete boek las. Waar droomt ze over? Natuurlijk, het helderste vuur. Volgens
Vond je onze zusjes leuk? Laat dan hieronder weten welk zusje jij leuker vond. Vurige Goldie of ijzige June. En vergeet niet deze video een duimpje omhoog te geven. Je te abonneren op ons kanaal. En op het belletje te klikken, zodat je geen nieuwe, warme en koude lifestyle video's van Troom Troom hoeft te missen.